We waren met een groepje ouders en we dachten er is niet zo heel veel te doen voor de kleine kinderen uit Krijl. Toen hebben we bedacht om een kabouterpad te gaan aanleggen. En het plan hebben we ingediend en met de dank van de financiering van de windmolengelden hebben we het kunnen realiseren. In Flevoland hebben we een regioplan wind opgesteld. Dat hebben we samen met de gemeentes gedaan, de gemeente Lelystad, gemeente Dronten en gemeente Zeewolde. Daarin is geregeld dat initiatiefnemers van de windparken ook een bijdrage leveren aan het gebied. Dat noemen we gebiedsfondsen. Je kunt wel dat het goed is dat het geld terugvloeit naar de gemeenschap. We hebben er ook al last van gehad toen die windmolens aangelegd zijn. En als compensatie daarvan hebben de windmolen-eigenaren gezegd, joh, dan krijgen jullie geld van ons. Met vrijwilligerswerk en een beetje centen, dan kun je iets moois doen in het dorp. Wat allemaal gefinancierd is hier, het kunstwerk. De beplanting heeft de gemeente gedaan. Wij hebben betonnen palen gemaakt. We hebben grond aan moeten brengen. We hebben de rand eromheen gemaakt. We hebben dus dit geïnvesteerd in deze mooie LED-verlichting. Het is feller, het is beter. Je kan veel beter zien op het veld. En het is groene stroom, want het komt voort uit windmolens. Het is een grote investering, de dergelijke verlichting. Maar doordat we dit erbij hebben gekregen, maakte het ook mogelijk. Er was alle lichten op groen om zo snel mogelijk deze investering te doen. Ja, het windfonds Zwift de Band, dat is een sociaal fonds voor het dorp. Het zijn gelden uit het windpark. En het windfonds is opgericht door de twee initiatiefnemers, Vattenfall en Zwift de Wind. En een derde partij, dat is de eigenaar van een deel van de gronden hier in de polder, dat is ASR Verzekeringen. En eigenlijk met het doel om een stukje van de opbrengst van het park terug te geven aan de lokale omgeving en lokale bewoners. Wij organiseren elk jaar een festival hier in Zwift de Band voor het dorp. Als we niet die bijdrage van het windfonds hadden gehad, ja, dan hadden we het veel kleinschaliger kunnen en moeten doen. Zo'n feest voor het dorp, dat hebben we zien groeien van een paar jaar terug van 500-600 man naar nu 2000-3000 man. Als bestuur van de stichting komen we 4 keer per jaar samen. En op die momenten verzamelen we alle aanvragen die in die periode zijn binnengekomen. Die gaan we met z'n allen beoordelen. De voornaamste doelen zijn eigenlijk de sociale cohesie in het dorp, maar ook verduurzaming van de gemeenschap en het verbeteren van de leefomgeving. Want juist die gebiedsfondsen maken ook dat ook de inkomsten die ook worden gegenereerd met deze windmolens ook voor een deel weer ten goede komt aan de omgeving, aan het gebied, aan de inwoners. Zo zie je maar dat je een mooi pad kan aanleggen, waar veel mensen plezier van hebben. Het is heel belangrijk dat het geld terugstroomt in de evenementen en in de verenigingen.